Nu een mega-investering van de Europese investeringsbank in groene projecten. Die investeringsbank heeft afgelopen jaar 2,7 miljard euro geïnvesteerd voor investeringen in dus klimaatprojecten. En daardoor zou de CO2-uitstoot moeten afnemen met 5,2 miljoen ton per jaar. Ongeveer evenveel als een half miljoen huishoudens dan weer gezamenlijk uitstoten op jaarbasis. Maar dit is ook handig voor onze groene economie en voor bedrijven in Nederland. Om daarin te groeien. Want er valt ook veel mee te verdienen. Nou, klimaateconoom Paul Schenderling. Die weet hier alles vanaf. En we spreken hem nu. Paul, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, 2,7 miljard is veel geld. Maar dan denk ik ook, ja, als ik dan naar kijk wat, wat China in groene projecten stopt. Is het eigenlijk ook heel weinig geld. Hè? Ja, dat klopt. Ja, als je, het, als je het vergelijkt met China en de VS. Dan is het eigenlijk peanuts wat we in Europa doen. Dus uh, Chinese bedrijven en overheid samen investeerde 1,6 biljoen. Dat is duizend miljard alleen al in 2023. Yeah. En de Amerikaanse overheid heeft natuurlijk de Inflation Reduction Act. Dat is eigenlijk hun klimaatwet. En daarin uh, staat voor het eerste jaar een bedrag van 271 miljard aan uh, subsidies oh. uh, gepland. Dus dat zijn echt veel andere bedragen. Ja, dus uh, de, houdt, houdt de Europese investeringsbank dan eigenlijk een beetje de hand op de knip. Uh, als we het zo zien, zet, zet het wel veel zoden aan de dijk. Nou, ik denk niet genoeg. Ik denk wel dat het, uh, je ziet trouwens in het rapport van de EIB dat er een flinke stijging in zit. Mm -hmm. dus, uh, en ze hebben trouwens ook een doelstelling om uh, voor de komende jaren dit bedrag ook weer verder te laten toenemen. Ja. Maar het staat nog steeds uh, in geen verhouding tot wat uh, VS en China doen. Mm -hmm. Dus uh, Harvard econoom Danny Roderick die spreekt wel van een uh, groene subsidieoorlog. En uh, hij noemt dat het eigenlijk ook wel gunstige effecten kan hebben. Dus uh, bijvoorbeeld dat de strijd tegen de klimaatcrisis sneller kan gaan. Maar ook dat we onze economie versneld kunnen vergroenen. Mm -hmm. En er zitten ook uh, kansen aan voor ondernemers. Namelijk ja, die technologieën die uh, voor de economie van de toekomst zijn, als we die hier zouden kunnen ontwikkelen en maken. Dan biedt dat natuurlijk ook uh, zakelijke kansen. Ja, nou, wat, 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 wat jij uh, zegt ook, dat heb je al eerder uh, tegen ons gezegd. Van wij moeten hier eigenlijk nu als een idioot veel meer geld in investeren. Want anders kan het ook juist groene bedrijven kosten in Europa. Hoe zit dat? Ja, zeker. We hebben dat uh, in het verleden helaas al een keer gezien. Dat was uh, uh, aan het begin jaren 2000 had uh, Duitsland een florerende industrie voor zonnepanelen en windmolens bijvoorbeeld. Ja. En dat was uh, mede tot stand gekomen door een hele goede publiek private samenwerking tussen de Duitse overheid en Duitse bedrijven. Maar een 10, 15 jaar later zijn ze die industrieën kwijtgeraakt aan China. En ja, dat is eigenlijk één op één te herleiden aan Chinese investeringen die gewoon veel hoger waren op een gegeven moment. En ook aan het feit dat we in Europa ook heel erg meegegaan zijn in wat Danny Roderick hyperglobalisering noemt. Waarin je eigenlijk je eigen industrieën ook onvoldoende beschermt. En je eigen milieu- en arbeidsstandaarden ook onvoldoende handhaaft. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat we dus een voorsprong hadden in Europa. Uh, Nederland, Duitsland, Frankrijk, er waren Denemarken niet te vergeten. Er waren echt landen die daarin voorop liepen. Maar als we niet uitkijken, dan dreigen we die voorsprong kwijt te raken. En, uh, en erger nog, misschien zelfs op een achterstand te raken. Ja, want in die tijd is het zo ook geweest... dat die bedrijven in Duitsland uiteindelijk hun biezen hebben gepakt... en hebben gezegd, nou, dan ga ik het maar in China doen... Want anders leg ik het sowieso af tegen, tegen die Chinezen. En dat zou nu dus weer kunnen gebeuren, zeg je. Maar um, als we dan nu kijken, want op zich dit is niet het enige fonds dat hierin investeert. Hè? We horen hier op BNR ook vaak dat er heel veel door, uh, door, door, de, door de investeerders, ook private investeerders, in groene start-ups wordt gestoken. Wat zijn nu de technieken waar Europa echt in voorop loopt en waar de, de wereld straks bij ons voor kan aankloppen om dat te kopen van onze bedrijven? Ja. Nou, in de economische literatuur wordt gesproken over de zogenoemde New Three-technologieën. Uh, en dat gaat dan over zonnetechnologie, elektrische mobiliteit en batterijen. Dat zijn echt de drie kerntechnologieën op het groene vlak. Waar eigenlijk uh, elk concurrent of elk continent voor moet zorgen dat we daarin uh, voorop lopen. En het is inderdaad zeker waar wat je zegt. De EIB is niet de enige partij binnen Europa die fors investeert. Ook private partijen doen dat. De Europese Commissie heeft bovendien ook nog de Net Zero Industry Act onlangs aangekondigd. De verwachting is dat daar publiek en privaat samen richting 2030 ook ongeveer 92 miljard aan investeringen voor vrij zullen komen. Dus er wordt inderdaad er wordt stevig opgepompt. En ik denk ook dat het heel hard nodig is. Want we moeten eigenlijk een beetje ons voorstellen dat we in 2050 leven. En dat dan die hele economie. Echt van binnenuit veranderd is. Uh, dat we dan de hele energievoorziening anders vormgeven. Dat een groot deel van de uh, maakindustrie ook circulair zal gaan werken. Dat we heel anders omgaan met water, anders omgaan met giftige stoffen. Dat betekent dus eigenlijk dat als we nu niet fors investeren. Ja, dat we dan uh, de boot hebben gemist in 2050. als straks die hele economie op een totaal andere manier draait. Dus het is echt. Uh, om het en voor het milieu te doen, maar zeker ook voor de economische toekomst van Europa. En al die maatregelen en, en investeringen bij elkaar. Is dat dan voldoende om te concurreren met die IRA, die Inflation Reduction Act in Amerika? Uh, volgens Roderick niet. Dus dat, en dat, dat is eigenlijk vooral uh, vanwege twee factoren. En omdat we nu uh, op bepaalde cruciale technieken al achterlopen. Denk bijvoorbeeld aan batterijtechniek, waar China ook echt een technologische voorsprong heeft. En de tweede reden om ons zorgen te maken is waar we de, deze, uh, dit item ook mee begonnen. En dat is gewoon het absolute verschil in investeringen. Dat je gewoon ziet dat in Amerika en China gewoon de absolute bedragen veel hoger zijn. Ja. Dus ik verwacht bijvoorbeeld zelf ook dat Ursula von der Leyen in haar nieuwe termijn uh, als commissievoorzitter ook echt ervoor gaat zorgen dat deze bedragen nog uh, gaan toenemen. Dank klimaat-econoom Paul Schenderling.